Waarom is het zo moeilijk om de klimaatverandering te voorspellen? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van de Deense fysicus Niels Bohr. En toch willen we heel vaak voorspellen, omdat we niet kunnen of niet willen wachten tot de dingen gewoon gebeuren. Het klimaat is een heel mooi voorbeeld. Als we gewoon wachten om te zien hoe het klimaat evolueert, hebben we nu geen kans meer om er nog iets aan te doen. Dus we moeten voorspellen. Maar hoe doen we dat zonder gewoon te wachten? Gelukkig kan de wiskunde ons daarbij helpen. De wiskunde doet dat met modellen. Dat is eigenlijk gewoon een fancy woord om te zeggen we gaan een heleboel formules gebruiken om op te schrijven wat we precies weten van ons systeem. Verbanden tussen temperatuur, wind, alle grootheden die we ons maar kunnen voorstellen. Daar schrijven we de verbanden die we kennen precies neer in een model. En dan wordt de toekomst voorspellen zo simpel als gewoon uitrekenen wat er gaat gebeuren. Dat is het plan. Dat werkt in heel veel domeinen. We kunnen ondertussen auto's virtueel ontwerpen op een computer door ze te berekenen. En dan weten we eigenlijk al hoe stevig ze zijn bij een botsing voordat we ze gebouwd hebben. We kunnen dat voorspellen. Ook voor windturbines kunnen we perfect of quasi-perfect voorspellen hoeveel energie ze zullen produceren nog voordat we ze gebouwd hebben. We kunnen dat ook voorspellen. Voor het klimaat blijkt dat wat moeilijker te zijn. Om u een idee te geven, het Internationaal Klimaatpanel schrijft elke zoveel jaren een rapport. In dat rapport gebruiken ze 25 verschillende modellen. Sommige modellen zeggen dat de aarde tegen 2100 1 graad gaat opgewarmd zijn. Anderen spreken van 12 graden. Daar zit nogal een verschil tussen. Nu, ik ben geen klimaatexpert, verre van. Ik ben een expert op het gebied van hoe bereken je oplossingen van wiskundige modellen. En ik ga jullie dus vanuit die invalshoek even laten voelen hoe het komt dat er zoveel onzekerheid zit op dat soort voorspellingen. En om dat te doen, moet ik eigenlijk beginnen met een heel eenvoudig klimaatmodel stap voor stap samen met jullie op te bouwen. Een veel te eenvoudig klimaatmodel. We beginnen eigenlijk met één grootheid die we willen modelleren, waarvan we de evolutie willen kennen. We noemen dat de temperatuur op aarde. Nee, we noemen dat niet. Dat is gewoon de temperatuur op aarde. Dus we zeggen de aarde heeft een bepaalde temperatuur in het jaar 2018. En die temperatuur betekent eigenlijk dat de aarde een bepaalde hoeveelheid warmte in zich heeft opgeslagen. Die hoeveelheid warmte is evenredig met de temperatuur. Die evenredigheidsconstante noemen we C. Waarom C? Dat komt vanuit de fysica. De warmtecapaciteit, de C van capaciteit. Dus dat is de totale hoeveelheid warmte die opgeslagen zit in de aarde. Hoe kan die veranderen? Maar eerst en vooral, de aarde, doordat ze een bepaalde temperatuur heeft, straalt warmte uit. Die hoeveelheid warmte die uitgestraald wordt, daar is een wet voor. Fysici hebben die ontdekt. De ene experimenteel, de andere theoretisch. Maar een beetje valsspelend, het is eigenlijk een wet voor een zwarte bol. Het is een goede benadering voor hetgeen wat we hier willen doen. En die wet zegt dat de hoeveelheid straling die uitgestraald wordt door de aarde evenredig is met de temperatuur tot de vierde macht. Dat is de wet van Stefan Boltzmann. Dus dat wil zeggen, als de aarde dubbel zo warm zou worden, zou hij 16 keer zoveel warmte uitstralen. Er komt ook warmte binnen. Waar komt die vandaan? Van de zon. De zon geeft warmte aan de aarde. En dat is eigenlijk een gegeven dat we moeten opmeten of op een of andere manier bepalen. Voor ons is dat een gegeven. Die wordt genoteerd door die Q. Waar gaat het om in klimaatmodellering? Over de atmosfeer die rond de aarde hangt. Die hangt daar en die doet twee dingen. Die houdt enerzijds een deel van de uitgestraalde warmte tegen. En anderzijds blokkeert die een deel van de ingestraalde warmte van de zon. We hebben daar evenredigheidsfactoren. Dat betekent eigenlijk dat de warmte die binnenkomt van de zon maar voor een fractie 1 min alfa doorkomt. En ook de temperatuur, de warmte die uitgestraald wordt, die komt maar voor een fractie 1 min beta, wordt die maar weggestraald. En nu kunnen we eigenlijk zeggen wat de temperatuur volgend jaar gaat zijn. Dat is namelijk de hoeveelheid warmte die opgeslagen is in de aarde nu, plus de hoeveelheid warmte die binnenkomt, min de hoeveelheid warmte die buiten gaat, geeft ons de hoeveelheid warmte die volgend jaar op de aarde zal opgeslagen zitten. Die C is een constante, dus we kunnen daar de temperatuur voor volgend jaar gewoon uit berekenen. Dus dat betekent, we hebben de temperatuur dit jaar. Horizontaal zie je de tijd, verticaal zie je de temperatuur.
Je ziet nu de temperatuur in 2018. We hebben onze formule, we berekenen de temperatuur in 2019. Nu kennen we de temperatuur in 2019, althans een voorspelling daarvan. En we stappen verder, we kunnen die in 2020 berekenen, 2021, en zo werken eigenlijk voorspellingen. Dat lijkt misschien simpel, je kunt dat eigenlijk doen met pen en papier, maar natuurlijk een model waar je enkel maar de globale gemiddelde temperatuur op aarde insteekt, niks van weerfenomenen, dat zal niet zeer nauwkeurig zijn. Eigenlijk wat we moeten doen, is de temperatuur op aarde modelleren als variabel over het hele aardoppervlak en eigenlijk ook in de lucht. We hebben nu een driedimensionale temperatuur, afhankelijk van lengtegraad, breedtegraad en hoogte. En eigenlijk willen we de temperatuur op elk punt in die atmosfeer kennen en op het aardoppervlak. Nu zijn het ineens oneindig veel temperaturen die we moeten berekenen, want er zijn oneindig veel punten op het aardoppervlak waar we de temperatuur willen kennen. Nu, dat gaat niet. We gaan dat op een eindig aantal punten moeten berekenen. En wat we daarvoor doen, is het aardoppervlak opdelen in balkjes. Balkjes van een bepaalde grootte, lengte, breedte en diepte. Okay? Dus we hebben dat nu gedaan. En het is heel intuïtief, denk ik, om daarover te redeneren dat hoe kleiner dat die blokjes zullen zijn, hoe meer werk dat we zullen hebben om de dingen uit te rekenen. Want er zijn gewoon meer temperaturen om te berekenen. Aan de andere kant, hoe nauwkeuriger dat onze berekening zal zijn. Want we hebben minder benadering gemaakt, de balkjes zijn minder groot. Op dit moment rekenen de krachtigste supercomputers ter wereld maanden. En ze doen dat met balkjes van 50 bij 10 kilometer en 100 laagjes in de atmosfeer. Ik geef daar geen getal op dat ik vergeten op te zoeken ben hoe dik de atmosfeer is. U ziet het, ik ben geen klimaatexpert. Ik wil het enkel hebben over de rekenkost die daarmee gepaard gaat. En die hangt dus eigenlijk af van het aantal dingen dat je moet berekenen. Als we dat nauwkeuriger willen maken, dan moeten we eigenlijk ons blokje opdelen. We kunnen dat opdelen bijvoorbeeld in twee in elke richting, maar dan wordt één balkje er ineens 8. Als we dat doen voor heel ons domein, dan hebben we direct 8 keer zoveel vrijheidsgraden in het hele domein. Dus je kunt zeggen, als we naar blokjes van een kilometer bij een kilometer willen gaan, wat is 50 bij 10, we hebben nu een kilometer bij een kilometer, dat wordt al 500 keer meer werk minstens om dat uit te rekenen. En we zaten aan maanden, dat is niet aanvaardbaar om zo lang te rekenen. Dus dat is een groot probleem. En dat beïnvloedt de nauwkeurigheid van die simulaties heel hard. Om twee redenen. De eerste is iets wat je intuïtief kunt vaststellen. Als onze blokjes te groot zijn, dan kunnen die niet alles weergeven wat zich afspeelt. Wolken zijn kleiner dan 50 bij 10 kilometer. Sommige bergketens, de kustlijn, allemaal kleiner dan 50 bij 10 kilometer. Dus je moet op een of andere manier in je model compenseren voor het feit dat je blokjes te groot zijn. De enige manier om dat op te lossen is om je blokjes kleiner te kunnen maken en dus sneller te kunnen rekenen. Maar op dit moment kunnen we dat niet met de huidige computers. Maar je kunt ook je afvragen, ja, gewoon blokjes wat kleiner maken, dat resultaat zal altijd maar nauwkeuriger worden. Misschien is dat eens 2 graden, dan hebben we wat nauwkeuriger. Het is 2,1. Het is wat nauwkeuriger en je krijgt telkens meer cijfers naar de komma. Maar ik heb gesproken over 1 tot 12 graden. Wat een gigantisch verschil is. Dat kun je niet puur verklaren door enkel te kijken naar die fijnheid van dat rooster. Er is iets extra dat speelt. En dat is iets wat in heel veel wiskundige fenomenen speelt. Het fenomeen van omslagpunten. Ik ga één voorbeeld halen uit de klimaatmodellering. Er is een grote oceaanstroming die heel de wereld rondgaat. Die passeert langs Groenland, gaat de Atlantische Oceaan, een stuk van de Indische Oceaan, en keert dan terug. En die gaat in een bepaalde richting. De aarde warmt op, die stroming blijft stromen, die verandert wat. Er valt ijs vanuit Groenland in de zee. Als er maar genoeg ijs vanuit Groenland in de zee valt, dan keert die stroming om. Je kunt inbeelden dat dat een dramatisch effect kan hebben, omdat de oceaanstromen zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het herverdelen van warmte over het aardoppervlak. Als onze golfstroom wegvalt, dan hebben wij het ineens hier veel kouder zoals in Canada. Nee, wij hebben geluk dat wij een warme stroom hebben die vanuit Mexico komt. Canada heeft dat niet. We zitten op dezelfde breedtegraad. Heel ander klimaat. Dus al dat soort veranderingen kunnen volledig omslaan door zoiets heel kleins, iets heel dramatisch zoals die ijshoeveelheid die in zee terechtkomt.
Het probleem met die dingen is dat die onomkeerbaar zijn. Dus het is niet met de aarde een klein beetje terug af te koelen dat je die zeestroming terug in de andere richting krijgt. Dus die onomkeerbaarheden zijn typisch voor omslagpunten. En wat is nu het probleem? We hebben gezegd dat we niet nauwkeurig rekenen omdat onze roosters te grof zijn, dat we te grote balkjes gebruiken. Dus we worden steeds nauwkeuriger. Maar wat is nu het probleem? Sommige van die modellen geven aan dat je net wel een omslagpunt bereikt. Andere modellen geven aan dat je net niet het omslagpunt bereikt. En dat zorgt voor die gigantische verschillen. De zeestroming die ik beschreef is niet het enige voorbeeld van een omslagpunt. Er zitten er tientallen in de klimaatmodellen. En die moeten allemaal eigenlijk bekeken worden. Ik heb jullie verteld dat de enige mogelijkheid die we hebben is om sneller te kunnen rekenen, om op die manier met kleinere roosters, met kleinere balkjes te kunnen werken. Sinds de jaren 70 hebben we daarvoor steeds de hulp gekregen van snellere computers. Maar iets wat heel vaak onderschat wordt, is de rol van de wiskunde hierin. Als je kijkt naar welke grootte van problemen dat we kunnen oplossen, dan kunnen we nu miljoenen keer grotere problemen oplossen dan dat we konden in de jaren 70. En als je dan kijkt naar welke bijdrage wiskundige algoritmes, wiskundige rekentechnieken om die dingen uit te rekenen, geleverd hebben, tegenover welke winst haal je gewoon met dezelfde methode te gebruiken op een steeds snellere computer, dan is het eigenlijk zo dat meer dan de helft van de rekentijd die we gebruiken komt door het gebruik van snellere algoritmes. En dat de snellere computers, die iedereen in zijn dagelijkse leven ziet als zijnde heel sterk verbeterd, dat dat niet de dominante reden is waarom we nu veel grotere problemen kunnen oplossen. Je hebt ook gezien dat we er voor het klimaat nog niet zijn, dat we nog steeds snellere rekentechnieken nodig hebben. En ik kan u geruststellen, de limiet van wat we nog kunnen versnellen is nog niet bereikt. En daarmee wil ik afsluiten. APPLAUS